15 uur, tijd voor aperitief in het woonzorgcentrum Onze Lieve Vrouw van Antwerpen. Om drie uur, kwart over drie. Gaan we bij jenen en gaan we een aperitiefje drinken. Wie zit in dat die verjaardag? Ik van de zondag 90, hè? 90. De zondag, dat verbaasd, hè? Ja. We hebben ook een feest en maat. Vandaag worden hier de jarigen van de maand oktober gevierd. Maar een beetje verderop bouwen deze drie dames hun eigen feestje. Zeg, als je nog eens gaat zingen, rodigt me dan eens uit, dan komen we clusteren. Hè? Dansen kunnen we niet meer zo goed. Dat gaat niet zo goed. En Janneke, dat gaat niet. Hè? Wat een voertuig nog. Hè? Als je de muziek hoort. Met ons aan en we zingen mee. Dat wel, hè. Wat vinden ze hier van het interview met Ludgard Simons in de Weekendkrant? De Radio 2-corrivé pleit voor euthanasie na een voltooid leven. Niet omdat ze ziek is of ondraaglijk lijdt, maar omdat ze niets meer verwacht wat de moeite waard is. Zo zou ik het ook zeggen. Als het niet meer gaat, alsjeblieft, laat het niet te lang duren. Geef mij iets. Ik heb een schoolleven gehad met ups en downs en tegen hoog geweest. En alsjeblieft, ik heb veel pijn of ik heb geen pijn, maar ik zie het niet meer zitten. Laat me gaan. En de centen die je nog een maand zou besteden voor in een rusthuis of in een gasthuis, alsjeblieft, doe dat dan jonge mensen die hier nog iets kunnen ondernemen. Controle hebben over hun levenseinde geeft gemoedsrust. Ze hebben dan ook alle drie een wilsverklaring getekend. En daar hebben ze elk hun eigen redenen voor. Omdat dat soms onverwachts kwam. Mijn man is nu een jaar dood. Maar die had darmkanker. En die heeft gesmeekt en gebeden voor te sterven. En wij waren er eerst bang van. Maar je kon het niet meer aanzien. Het moest gebeuren. Want ik zie hem nog. De dag het moest gebeuren, dan legt hem zijn eigen neer. En je ziet dat hem heel voldaan is. Dat dat gebeurt. Want hij kon niet meer. Hij kon het niet meer houden. Hij moest en hij zou sterven. Ik heb gezien met mijn vader. Die zag veel af in zijn benen. Verstopte aders. En op het einde van zijn leven heeft hij zelfmoord gepleegd. Omdat hij gezien had dat ze waarschijnlijk zijn benen gingen afzetten. En ik vind, in de tijd van nu had dat kunnen vermeden worden. Hun kinderen en kleinkinderen zijn betrokken bij hun plannen rond hun levenseinde. Maar wat als je niet ziek bent, maar toch voor euthanasie kiest? Hoe deel je dat dan met je naasten? Als ze ziek zijn, dan zeggen ons mama, ik zeg nou maar eten, ons mama, die is ziek, die gaat een van de weken sterven. Hè. Maar als je zegt, nog, ik zal nou zeggen, gelijk een keer naar zitten. Zeg, mannetjes, ik zie het niet meer zitten. Ik wil afscheid nemen. Ik denk dat dat moeilijker zou zijn. Dat ze daar een beetje zo tegenin komen. Simpel. Ja. Het is niet simpel. Hè. Je doet dat zomaar niet. Hè. Je doet dat zomaar niet. Nee. Ik denk dat dat... Ja, dat ze dat zouden verstaan, denk ik. Ja. Maar zover zijn deze dames nog niet. Hun recept voor een lang leven is een goed gevulde activiteitenkalender en vooral je laten omringen door aangename mensen. Als je geen perspectief niet meer hebt van ik kon nog dit doen of kon nog dat doen, voor wat zij er dan nog? Hè? Dus nee. Als ik het niet meer zie zitten, dan zou het zo rap mogelijk moeten gedaan zijn. Wat houdt jullie jong? Oh. Dat durven we niet zeggen. De ene dag voelt je stok oud en de andere dag gaat het weer een beetje beter. Optimist tot in de kist. Ja.